Ik kan het echt niet geloven wat mijn ogen hebben ooit gezien. Ik kan het nog steeds niet geloven. Echt niet. Hij woont al vele jaren op een flatje in Amsterdam. Als een gekooide tijger, op de hielen gezeten door ondraaglijke herinneringen. De kadavers van de kameraden. Je zag ze zo vernederd. De voorbije weken waren misschien wel de belangrijkste uit zijn leven. Hij trad op als getuige in het megaproces in Argentinië tegen handlangers van de voormalige junta. Het regime dat, zo weet de wereld inmiddels, duizenden van zijn politieke tegenstanders drogeerde om ze vervolgens, en dikwijls naakt, uit vliegtuigen in volle zee te gooien. Het proces waarbij ook Julio Potsch terecht staat, de oud-Transavia-piloot, die ervan wordt verdacht medewerking te hebben verleend aan die dodenvluchten, de geheime, vuile oorlog. Het is dat de leken die waren zo gespoeld, gewoon als vuilnis, serieus als vuilnis. Daniel Rij Puma draagt al 30 jaar dat soort geheimen met zich mee. Hij fotografeerde in zijn geboorteland Uruguay de lijken die daar aanspoelden. En die foto's nam hij ooit mee op zijn vlucht naar Nederland. Gruwelijk bewijsmateriaal dat hij nu in Argentinië aan de wereld zou gaan openbaren. Het is het enige bewijs. Het enige grafisch bewijs. Dat er bestaat. Brandpunt ging met hem mee. Montevideo, Uruguay, november 2012. Op weg naar buurland Argentinië, op weg naar dat megaproces, maken we hier een tussenstop. Een verloren zoon is terug. Daniel uit Amsterdam. Hier geboren en getogen toen ook dit land nog een dictatuur was, de jaren van de junta. Als jongen van 19 zat hij in die tijd in het verzet. Hij infiltreerde bij de geheime dienst van de marine. Daar waren de archieven. Aan de andere kant was intelligentie en contra-intelligentie. En zo zou hij, verzetsjongen in marinedienst, hier aan de Rio de la Plata, brede rivier tussen de toen nog zo innig verbonden dictaturen van Argentinië en Uruguay, ineens ooggetuige zijn van een verbijsterend geheim. Argentijnse doden die als wrakstukken bijna aanspoelden. En ongeveer op deze plek in 1977... aanspoelde het leek van een jonge vrouw. Ze was kapot gemarteld. Amper 2 of 3 dagen eerder vermoord. Ze had nog nagellak en ze was in 2 gescheurd. Ze was kapot verkracht. En ze spoelde hieraan. Voor het eerst in al die jaren is hij terug. Maar dat beeld is hij nooit kwijtgeraakt. Je ziet haar dood en ze straalt leven uit. Dat is iets dat heeft mij gebroken. Montevideo. Vandaag zit de stad als een wat ongemakkelijke jas om hem heen. Rondgang langs plekken die zijn leven hebben bepaald. Het voelt als thuis, maar tegelijkertijd voelt het vervreemdend. Hier woonde ik. Die was de slaapkamer van mijn zusje en ik. Hier ligt zijn jeugd op steenworp afstand van de Rio de la Plata. Onbezorgde herinneringen aan zijn vader, zijn broer en zijn zus. Broers onder elkaar. Ook nu, zoveel jaar later. Morgen zal Daniel naar Argentinië gaan om te getuigen in het grote proces over de dodenvluchten. Om aan de wereld prijs te geven wat zo lang door zijn hoofd spookte. En waarover hij ons al zo beklemmend had verteld. In dat appartement in Amsterdam. Ik huilde. Letterlijk. En ik schaam me niet om te zeggen. Ik huilde in de kazerne, in de geheime dienst van de marine, 's nachts. Toen ik zag al die mappen. Hij vertelt hoe hij als infiltrant bij de marine toegang had tot de dossiers. Foto's die het bewijs van de dodenvluchten leverden. En hoe hij die, nachtenlang met gevaar voor eigen leven, stiekem kopieerde. Je kunt er niet naar kijken. Nee. Ik ken ze allemaal. Ik heb ze genummerd, geregistreerd. 32 jaar later, in Montevideo, gaat hij de confrontatie niet langer uit de weg. We zijn terug bij de marinebasis waar, net als in het buurland Argentinië, zogenoemde politieke tegenstanders een onvoorstelbaar lot wachten.
Achter mij nu precies, daar is de deur waar gevangenen, ontvoerde mensen werden binnengebracht om gemarteld te worden. En daarna dat ze gemarteld werden, door dezelfde deur werden ze getransporteerd. Het is het symbool van alle ellende dat ik heb gezien. En ze kwamen daar na een beetje kreukel binnen. Maar als ze kwamen naar buiten, ze waren totaal vernietigd. En ineens is alles terug. De gekmakende schizofrenie van zijn dubbelleven, horrorscenario. Hoe hij, verzetsjongen undercover, in deze kazerne moest toezien hoe nota bene zijn verzetsvrienden werden gemarteld en verkracht. Niets kon hij doen. Want hij had toch die andere opdracht. Bewijsstukken verzamelen, dossiers kopiëren. Dat is mijn allergrootste drama. Dat is mijn drama. Kijken hoe je vrienden onder druk van geweld doorslaan en worden verkracht. Het heeft hem tot de dag van vandaag belast met een gigantisch schuldgevoel. En ze was ze zwanger. En toen ze gingen met z'n 10 haar verkrachten. Ik had een Smith Wesson, 38, zoals in de cowboyfilms, zo'n onmogelijke ding. Ik kon ze vermoorden, stuk per stuk. Maar ik moest gewoon stiekem informatie doorspelen. Een held zal hij zich nooit noemen. Al was het onmiskenbaar heldhaftig hoe hij de bewijsstukken van massamoord dit gebouw en vervolgens het land uitsmokkelde. Honderden foto's weggestopt tussen de zomen van zijn trouwpak. Ik heb mijn mouwen toen losgemaakt en van binnen de negatieven genaaid. Ik heb het voor hun gedaan. Voor hun. Stukjes plastic, niks anders. Met dank aan onder andere mensenrechtenman Max van der Stoel krijgt hij in ons land de vluchtelingenstatus. Zijn nieuwe bestemming wordt Amsterdam, afscheid van zijn moederland. Letterlijk. En mijn arme moeder die ging mijn voeten zoenen en omarmen. Ze ging kruipen op de grond. Om mij te vragen om haar niet te verlaten. Ik had alweer geen keuze. Ik had geen keuze. Maar dat beeld van mijn moeder. We gaan van Uruguay naar Argentinië. Het is 3 uur met de boot. Vandaag varen we naar Buenos Aires op weg naar dat proces waar hij zal getuigen. Daniel is gespannen. Maar hij troost zich met de gedachte dat hij straks aan de overkant ook een van zijn belangrijkste verzetsvrienden zal aantreffen. Ooit hadden deze twee mannen codenamen. Dit is Boca, Spaans voor mond, omdat hij zoveel praatte. En Daniel heette Felipe, naar een stripfiguur van een bekende Argentijnse illustrator. Maar Felipe, het is het meest naïeve van allemaal. Hij gelooft in alles. Hij gelooft in de goedheid van de mens. Felipe hace justicia. El justiciero. El llanero solitario sabe quién es. Era el hombre justo. Tijdens de ontmoeting met Boca stuiten we op een verhaal dat illustratief is voor het genadeloze onrecht van de Argentijnse dictatuur. Boca vertelt ons bij hem thuis over zijn zus. Hoe zij, net als hij, in het verzet zat. La relación con ella era muy, éramos muy camarada. Eind 77 wordt ze gearresteerd, hoogzwanger. Onder mensonterende omstandigheden bevalt ze in een concentratiekamp van een dochter. Dat kind wordt haar onmiddellijk afgenomen. Boca ziet zijn zus nooit meer terug. Cuando ella cumple año, yo siempre le escribo una carta. Contándole mi vida. Que tengo una hija, que es abuela. Que estoy más viejo, que me gustaría envejecer con ella, que ahora lo hago solo,
Y la esperanza, obvio, es que un día me golpeen la puerta, yo la abra y ve la cara de ella y la sonrisa de ella, que siempre me dio tanta fuerza, que me sigue dando fuerza para seguir adelante. Daniel heeft de zus van Boca goed gekend. En het dochtertje dat van haar werd gestolen blijkt nog in leven. Maria Victoria. Vicky. Hey. Kom eens daar, flakkoetje. Dit is dat meisje. Ze blijkt destijds na de moord op haar moeder te zijn weggegeven aan een politieagent. ¿Qué edad tenías aquí? 9 años. Pas op de 9e ontdekt Maria Victoria van wie ze werkelijk de dochter is. No era solo mi nombre. No era solo mi... Era todo. O sea, me cambiaban todas mis relaciones afectivas, mis amistades, entre de niños. O sea, me cambió todo, 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 todo. Daniel heeft haar moeder, de zus van Boca dus, goed gekend en blijkt zelfs jeugdfoto's van dat te hebben bewaard. Ze lijken op elkaar. Es todo lo que hay. Yo tengo unas sandalias de mi mamá que las uso, además. ¿Así? Sí. Las tengo hace años. Yo no crecí el pie y tengo el mismo pie porque las uso. Un montón de algunas cosas tengo. Pero después son las fotos. In een keukentje in Buenos Aires vallen de puzzelstukjes in elkaar. Maria Victoria is een referentiepunt in mijn leven. Toen ze gevonden werd, ik kon het echt niet geloven. Emotioneel was alsof een stuk van zijn moeder teruggekomen was. Buenos Aires. In de warmste novembermaand in 100 jaar maken de Argentijnen zich op voor een historisch proces dat komende week begint. De zogenoemde ESMA-zaak over de dodenvluchten. De zaak waarin Daniel zal getuigen. ESMA, ooit de naam van dit opleidingsinstituut van de Argentijnse marine, was nog geen 30 jaar terug het beruchtste concentratiekamp van het land. Tijdens de militaire dictatuur van generaal Jorge Videla werden tienduizenden, dikwijls jonge mensen ontvoerd, gevangen gehouden en gemarteld, om in de meeste gevallen nooit meer terug te keren. Este era el primer lugar a donde era traído un detenido una vez en este centro clandestino. We krijgen een rondleiding langs wat de martelkamers van de ESMA waren. 5000 gevangenen, van wie er maar 200 overleefden. Daniel is er niet bij. Het is hem allemaal te veel. Primero aplicarles una inyección que era una droga, un somnífero que llamaba la droga de pentotal. Se los adormecía, se los subía a unos camiones que estaban estacionados en estos playones y los llevaban a Aeroparque. Daniel, gevlucht naar Nederland, heeft met eigen ogen gezien wat er met die slachtoffers gebeurde. En hij beschouwt het vanaf dat moment als zijn levenstaak om alles wat hij heeft meegemaakt, gekopieerd en het land uitgesmokkeld, tot in detail te rangschikken. Want de wereld moet ervan weten. Alles is gedocumenteerd. Met data. Vindingsplaats. Hoe werden ze vermoord? Maar wil de wereld het wel weten? Als Daniel in 1982 in Washington wordt uitgenodigd om voor de belangrijkste mensenrechtencommissie van Latijns-Amerika verslag te doen, levert dat niets op. Ze hebben niets gedaan. Ze hebben echt absoluut niets gedaan. Want Argentinië en Uruguay zijn op dat moment nog dictaturen. En de internationale gemeenschap heeft er kennelijk nog geen enkel belang bij om de toedracht van de dodenvluchten te openbaren. Dat is wat Daniels jarenlange latere obsessie zal verklaren. Dat hij zijn leven heeft gewaagd, maar dat er niemand was die naar hem luisterde. Jarenlang, ik dacht, maar wat heb ik gedaan? Voor wat, voor wie heb ik dit gedaan? En zo reiken belangrijke bewijsstukken van massamoord jarenlang dus niet verder dan dit flatje in Amsterdam. Totdat in 1995 de meest vooraanstaande onderzoeksjournalist van Argentinië, Horacio Verbitsky, een van de daders van de dodenvluchten, aan het praten krijgt. Deze, Adolfo Silingo. Hasta ese momento había dos versiones de la historia.
Los sobrevivientes contaban lo que había ocurrido y los verdugos negaban los hechos. Y decían, no, no fue así. A partir del testimonio de Chilingo, dejó de haber dos versiones. Y finalmente la imagen coincidió. Het leidt in Argentinië en ver daarbuiten tot een golf van publiciteit. Maar belangrijker nog, gaandeweg zal het leiden tot wat vandaag de ESMA-zaak heet. Eindelijk zullen rechters zich uitspreken over de zwartste geschiedenis van het land, de dodenvluchten. Inclusief het bewijsmateriaal van Daniel. Finalmente hay justicia en la Argentina para estos crímenes. Es por eso que ahora este material que estuvo durante 30 años dormido reaparece y es una prueba más que tiene importancia en el juicio de la mega causa de la ESMA. Op weg naar de gerechtsgebouwen van Buenos Aires. Daniel Rey Piuma uit Amsterdam. Het voelt allemaal als een sluitstuk. Maar meer dan dit kan ik niet. Echt niet. Het is over. Als ik ooit doodga, wil ik graag een fotootje van mijn geliefde en van mijn dokter meenemen. En niet de foto's van mijn doden. Al jaren slaapt hij hooguit een paar uur per nacht. De slachtoffers op de foto's, ze zijn als zijn beste vrienden geworden. Ze hebben bezit genomen van zijn gedachten en zijn leven bepaald. Ze zijn een deel van mij geworden. Dat is de kwestie. Hun, het is hun leven ontnomen. En voor mij mijn onschuldigheid, mijn lust om te leven. We mogen niet filmen als Daniel getuigt. Maar we menen wel te weten met welk gemoed hij hier de trappen bestijgt om er een paar uur later weer af te dalen. De Daniel die terugkomt uit Buenos Aires, het is niet meer de Daniel dat jullie zijn nu aan het filmen. Het wordt het oude jochie van toen ik 8 jaar oud was. Dit was zijn bedoeling. De lodenlast kwijt te raken die hij 30 jaar met zich meevoerde. Heb je het gevoel dat je het nu allemaal achter je gelaten hebt? Ja, dat heb ik zelf net aan de rechter verteld. Hij kon het natuurlijk niet begrijpen wat ik bedoelde, maar ik heb het echt letterlijk gezegd. Het is klaar, hè? Wat wist de vader van Maxima van de schanddaden in Argentinië? Voor een eerdere Brandpunt-reportage daarover verwijzen we graag naar onze website. Dit was KRO Brandpunt. Goedenavond.